Goeie fijne dag, mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van City Skylines. Hebben mijn koetjes? Ik ben dom geweest. Ik heb per ongeluk weer eens niet opgeslagen voordat, nadat ik de aflevering had gemaakt. Dus een deel van het bedrijf hier is weg en waarschijnlijk ook wat dingen die ik hier heb geplaatst en zo. Dus daar kan het mogelijk aan liggen. We gaan deze aflevering gewoon weer uitbreiden. Ik wil eigenlijk gewoon dit eiland vol hebben, zodat we aan dit gedeelte kunnen beginnen. En hopelijk gaat dat werken. We hebben momenteel weer wat arbeidersproblemen, maar ik vraag me af hoe dat komt. Zijn er heel veel banen gewoon over of zo? Waar ligt het aan? We hebben momenteel... Hoeveel banen zijn er? 4000... Bijna 5000 banen staan open. En 4000 mensen hebben een baan. Dus dat zijn momenteel de probleempjes. Ik vind het jammer dat je niet kan zien in een van die overzichten van... Ja, deze mensen die hebben dit en dat. Of deze mensen... Of wat is het ook alweer? Deze mensen kunnen werken. En deze mensen die gaan, of zoveel banen staan er open. Want nu hebben we bijvoorbeeld 12% hebben geen baan, maar toch staan er heel wat banen open. Het kan misschien wel komen omdat het boven of onder hun onderleidersniveau zit. En er slaat even de bliksem in of zo, wat ik wil. Het onweert in ieder geval bij mij in de buurt, in real life, dat ik het opneem. Dus even dat jullie het weten. En kijk, hier bijvoorbeeld zijn heel wat banen tekort. En er zijn heel wat mensen die hebben gewoon een te hoog opleidingsniveau voor deze baan. Want deze mensen, er zijn 3 mensen die hebben momenteel een opleidingsniveau gedaan. Dit universitair is, maar toch werken ze in een appelgaard. Dat is best wel raar, op een boomgaard. Dus eigenlijk moeten we daar even aan voldoen door in de toekomst een beetje wat dingetjes gaan neerzetten. Genaamd kantoren, want ik kwam er even niet op, maar dat was het dus. Er is weer gigantisch veel vraag naar winkels, want ik weet niet waarom er opeens in deze game dat ik heb, dat er zoveel vraag naar winkels is, maar het is er gewoon. Dus dat wil ik eigenlijk deze aflevering een beetje gaan voldoen, die vraag naar winkels door deze kant, waar überhaupt wel wat winkels zijn. Wat meer winkels te plaatsen, waarom? Weet ik niet. Ik doe het gewoon, omdat ik het kan. YOLO, dat is hoe ik rol. Maar ja, hier komen dus eventjes wat dingetjes terecht. Misschien even wat pijpleidingen inzetten, zodat de mensen nog wel hun poep en urine en hun drinkwater kunnen krijgen. Of niet, tenminste je poep en urine, die moet je wel een beetje wegdoen. Die moet je niet opslaan of zo. Dat is een beetje vies. Ook niet echt gezond of zo. Niet voor de volksgezondheid. We kunnen ondertussen ook even kijken op wat zones die hier toch hier tussen staan. Met huisjes en zo. Die even kunnen verwijderen. Dat winkeltjes neerzetten. Zodat we daar wat winstgevende winkelcentrums kunnen krijgen. Dat zou ik mooi vinden. Maar wat af en toe best wel kut is hiermee. Dat ze gewoon een hele rij winkeltjes zetten. We kunnen ook wat high density commercial zones neerzetten. Maar dat hoeft ook niet per se. Ja, ik wil eigenlijk een beetje een populatiedata groeien. Op zich kunnen we dan wel een beetje upgrades doen van deze dingen. Maar op zich denk ik ook van, laat maar zitten. We hebben hier toch überhaupt de huisjes die komen. Als ik gewoon dit vol heb en dit misschien, dan ga ik van die hoge gebouwen zetten. Maar ik zie er momenteel de nutten niet van in. Dus dat doen we nog eventjes gewoon niet. Oké, de vraag naar commercie is dus afgenomen. Loadiment. Ja, we moeten denk ik gewoon wat meer huizen neerzetten. Want er is nog steeds voor mij een werknemerstekort hier. Inderdaad, daar zat ik inderdaad helemaal niet naast. Ik vraag me af of er vooral wat diertjes zijn. Ik had koeien gezien hier zo. Inderdaad, hier hebben we koeien. Dus dat is helemaal mooi natuurlijk. Ik als scout, koeien zijn daarom fantastisch. Ja, dat dus. Wat nu weer? Geen idee. Ja, ik heb het even wat sneller gezet. Dan kunnen we nog wat andere informatieschermen bekijken. Ik ben trouwens benieuwd naar, kunnen we al die nieuwe beelden zetten? Hier hebben wij bijvoorbeeld de Statue of Wealth. En die hadden we nodig voor een bepaald, dat we zoveel geld hebben omdat we 500.000 hadden. En dat hadden we nodig om de Space Elevator te bouwen. De Space Elevator is dan een monument, die wil ik heel graag. Want dat klinkt best wel cool. Deze is ook voor de Space Elevator. Er zat dus ook blijkbaar nog een stadion. En waarschijnlijk zijn alle twee dingen nog voor de Space Elevator. Inderdaad, dit is Eden Project en deze is voor de Space Elevator, of niet? Zit hier nou geen dan die voor de Space Elevator nodig is? Ja, deze. We hebben wat meer toeristen nodig naar in deze stad. Dat is raar, want ik heb momenteel nog geen monument of zo. Dus dat is op zich wel pittig raar. Maar we gaan momenteel nog even niet van die nieuwe gebouwen inzetten. Ik vind het niet echt nodig. Er is ondertussen weer vraag naar commercie. Ja, om zich omdat nu weer die bedrijven die... Ja, ik weet niet. Het is heel vaag allemaal. En deze bedrijven hebben ook gewoon werknemerstekort. Misschien moeten we wat meer huizen in deze omgeving bouwen. Dat al deze mensen die hier wonen, die werken nu meer in winkels en dergelijke. In plaats van dat ze in de commercie zitten of in de industrie eigenlijk. Wat eigenlijk wel een beetje nodig is. Maar ja, whatever. We zullen zien hoe dit afloopt. Deze mensen hebben watertekort. Hoe dat zo? Ligt die net buiten de zon of zo? Wat is het? We hebben gewoon weer watertekort. Dat er niet genoeg opgepompt wordt. Water consumption. Oh, de waterconsumptie ligt iets te hoog. Daar ligt het aan. Oké, in dat geval even weer een leuk dingetje neerzetten. Zet trouwens met de riolering ervoor. Oké, die is exact goed. Maar dat moeten we dus ook even wat meer riolering neerzetten. Hartstikke idee. Dat is ook rol. Gaat trouwens ook goed voor met de afvalverbranding. De afvalservice is weer goed sinds de vorige aflevering. Want de vorige aflevering en de aflevering daarvoor hadden we natuurlijk een beetje problemen dat al het afval vol zat. En deze is momenteel aan het leeggooien in de vuilnisverbrander. Die toch aardig wat kost per week, maar ook aardig wat elektriciteit produceert.
wat wij nodig hadden. Want momenteel produceren wij nog wat elektriciteit, 12 megawatt. Is redelijk veel. Dus als we op een gegeven moment stroomtekort hebben, kunnen we gewoon nog een generation plant inzetten. Want deze zit ook helemaal vol. En deze zit bijna vol. En deze is gewoon aan het leeggooien. Op zich kunnen we deze wel stoppen met dat hij leeg aan het gooien is. Dan gaan we deze leeggooien. Ja, dat is een idee. Dan kan deze afval halen en die andere ook. Staat transformer de werknemers. Ja, we hebben steeds een werknemerskort. Het is zo vervelend. Maar ik weet niet hoe dat komt. Aangezien we ook gewoon dat er ook mensen zijn zonder baan. Terwijl het ook gewoon werkloosheid is. Ja, dat is in principe mensen zonder baan. Maar het is heel vaag allemaal momenteel. En hoor die muziek eens, zo episch, wauw. Nee, ik vind het best, deze muziek is toch best wel heel episch voor een game dat gaat om steden bouwen. Dat zou je meer verwachten van een game als Skyrim of zo, dat je van die moker fucking epische muziek erin zou hebben. Maar nee, deze game teleurstelt niet. Ze zien het als een groot, groot, glorieus iets, steden bouwen. En dat is het op zich ook wel, want wij verzorgen dus ook gewoon banen en zo aan mensen en leven en dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel chill. Zo. Gaan we even de huisjes neerkwakken. Waarom ik huisjes neerzet, weet ik niet. Aangezien er nog veel vragen naar commerciële zones. Waarom, weet ik niet. Ik heb hier een fucking grote commerciële zone hier neergezet. Maar op een of andere reden is dat ook niet genoeg. Hè? Een groot deel van mijn stad bestaat redelijk uit commerciële zones momenteel. Maar toch, ja. Ik had het liever anders gezien. Even wat meer huizen in plaats van commerciële zones. Maar ja, wat doe je eraan? Heb ik het trouwens? Oh, dat is een park. Dat is een malpark. Ik dacht even dat deze paard dat ik niet zelf een keer neergezet. Maar nee, dat is dus niet zo. Nou, dan gaan we deze kamer weer leuke commerciële zone maken. Of commerciële zone gesproken, kunnen hier gewoon wat wegen tussen rammen en daar gewoon wat commerciële zones aanbouwen. Is net zo makkelijk natuurlijk, aangezien we dan toch alle ruimte goed gebruiken. Wat ik de vorige aflevering zei, dat ik wou doen. En hopelijk doet mijn geluid het, anders loop ik een beetje te schreeuwen in het niets. Wat ik überhaupt al meestal doe, want het is een beetje raar. In principe is hetgene wat ik doe, let's play, een best wel raar principe. Je scheelt een beetje tegen een monitor aan, terwijl niemand je eigenlijk hoort. Behalve de mensen die dan uiteindelijk je product bekijken. Maar voor de rest, nee. Het is best wel raar in dat opzicht. Maar ja, wat doe je eraan? Ik vind het leuk, ik doe het. En daar blijft het ook gewoon bij. Dit ziet er allemaal heel raar, deze squares waar al die gebouwen staan. En deze zit helemaal raar, want dit moet even weg. Dit moet even in zijn geheel commercieel worden. Zoals ik al zei, we kunnen mogelijk ook wel van die hoge industrie commercieel, wou ik zeggen, dat klopt niet helemaal. Van die grote commerciële zones neerzetten. Maar ik denk ook van, maar ja, laat maar zitten, dat hoeft nog eventjes niet. We hebben de ruimte ervoor om dit allemaal neer te zetten. Dus dat is hartstikke mooi. Als trouwens de muziek een beetje hard staat, dan moeten jullie dat zeggen. Want ik hoor het zelf redelijk hard. Maar het kan ook gewoon al liggen dat ik het gewoon alleen hard hoor en jullie niet. Zo. Het ziet er trouwens mooi uit, al deze landbouwgronden. Het is momenteel een beetje werknemerskort hier, zijn een beetje onontevreden. Deze mensen zijn redelijk blij zo te zien. Want ja, niet echt helemaal. We hebben echt veel mensen die hebben gewoon een te hoge opleiding. Wat gaan we dat aanpassen? Dat vraag ik me dus ook gewoon af. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die mensen met een hoge opleiding gewoon een goede baan krijgen en niet op een fucking appelgaard gaan werken of zo, of een boomgaard? Dat niet echt logisch is als je een universiteitsopleiding hebt gedaan. Daar heb je voor mijn kantoorpanden voor nodig. Maar ja, dan moeten we steeds wel vragen naar de industrie. En dat hebben we momenteel niet echt. Er is vooral veel vraag naar winkels of ja, naar huizen. We gaan gewoon eens meer huis neerzetten, want ik wil gewoon populatiegroei hebben. Want er waren heel veel banen over, als het goed is nog, of niet? Als het goed is nu nog steeds, of niet soms. Ja, er zijn nog heel veel banen over, gewoon 5000. Terwijl bijna 5000 mensen geen baan hebben, wat ik nog steeds raar vind. Of ja, dat zijn mensen die een baan hebben of wel employed. People employed, dat is het dus, ja. Er zijn gewoon heel veel banen nog over. Misschien komt er dat we even bij deze zones wat meer huisjes moeten neerzetten of zo. Het zou zomaar kunnen. Aangezien, ja, misschien is deze reis uit deze mensen gewoon te lang om hier naartoe te komen. Dat ze daar gewoon mee bezig zijn. En dat ze daarom daar niet gaan wonen. Ik durf het niet te zeggen. We kunnen op zich wel gewoon even hier wat huisjes neerzetten. Laat ik dat gewoon doen. Ik bedoel, we hebben dit gedeelte al een hele fucking lange tijd. En we doen er niks mee. Dus het is wel even tijd dat we dat gaan verbeteren. Ik wil eigenlijk hier gewoon zo snelweg hier zo aanbouwen of zo. Nou, niet upgraden. Ik wil gewoon hier zo, hoppakee. En misschien hier ook een oversteekplaats. Is wel handig natuurlijk. Of dan wel gewoon een off-ramp of zo van de snelweg. Een beetje zoals dit ga ik proberen te maken op een of andere manier. Of niet. We kunnen ook gewoon een hele grote bocht hier zo mop maken. We kunnen ook tenminste een keer het spoor gaan gebruiken. Want dat heb ik nu wel leuk en aardig. En ik kan het ook al neerzetten. Maar ik doe er eigenlijk niks mee. Dus dat is op zich wel jammer. Oké, dan gaan we hier zo een hele grote bocht maken. Ik bedoel, we hebben toch geld ervoor. Het is pittig dure investering, maar ik doe het ervoor. Dat is een idee. En dan gaan we hier ondertussen wat snelweg ramps maken. Zodat ze eraf kunnen. Hier zo. Ja. Hier zo had ik idee. Ze kunnen hier nog wel een snelwegverlenging maken. Dat we hier gewoon nog een grote snelweg maken. Ik denk dat het wel een goed idee is. Maar momenteel nog eventjes niet. Oké, deze snelweg moet dus van deze kant eraf kunnen. Of hoe moet dat? Ja, van deze kant dus zo. En construction cost, ja. Zo, dit is het. Ziet er heel raar uit. Ik wil het even wat mooier hebben. Ik wil even dat het een meer bochtiger bocht is. Oh, ik had het natuurlijk op een rechtstuk gedaan. Oh ja, ik had het niet op een bocht maar niet gedaan. Mijn fout. Zo, en als het goed is werkt dit, hoop ik.
Alhoewel, ik gebruik even niet goed mijn ruimte, bedenk ik net. Want hier kunnen we dus beter gewoon een weg neerzetten. Want dan kunnen de huisjes en weet ik veel wat aankomen in plaats van dit soort gekkigheid. Oké, dat gaan we zo even opnieuw doen. We gaan dit gewoon een eenbaansweg maken of zo. Deze kant op. Ik denk dat het een stuk beter werkt. Want er is ook al een boomstaan aan het verwijderen. Wat hier geen geld kost. In tegenstelling tot dat rollercoaster. Dat is wat ik ook een stuk fijner vind. Had ziek idee. Zo, gewoon een eenbaansweg. Dat werkt misschien beter met de doorstroming. Misschien kunnen we ook aan deze kant zodat het hier zo uitkomt. Misschien kunnen we het hier ook nog wat neerzetten. Zo'n eenbaansweg. Ik denk dat het op zich wel kan. Had ziek idee. Het is gewoon een beetje wegenbouw momenteel. Moet even denken hoe je ook weer je weg omhoog en omlaag kan zetten. Was dat page up en page down? Dat zou maar kunnen. Page up. Ja, zo doe je dus je weg omhoog en omlaag. Het is echt heel raar. Best wel cool trouwens. Oké, dan gaan we hier weer een eenbaansweg neerzetten. Die zo omhoog gaat. Page up. Ik wil graag page up doen. Mag dat game? Oh ja, dit is wel een beetje heel erg niet goed. Dit klopt niet helemaal. Oké, ik moet even bedenken hoe we dit dus gaan neerzetten zo. Even kijken. Page up. Gaat dit goed zo? Zegt de game van, dit mag niet. Nee, ja, het is een beetje... Of het is te sloop. Of het is dat het gewoon te stijl is. Of het is andere problemen. Dus we moeten even kijken. Especially occupied. Ja, het is gewoon een beetje vervelend momenteel nu. Misschien moeten we gewoon op een manier aan de andere kant van deze weg iets neerzetten. Oh my god. Ik weet misschien wel. Misschien dat we vanaf hier zo van deze snelweg gewoon dit iets kunnen bouwen of zo. Want hier is de sloop waarschijnlijk niet te hoog. De stijlheid. Ofwel, pressure occupied. Hè, waarom kan die nog steeds niet? Oh, omdat die wegen zo fucking raar zijn. Misschien moeten we dan wel hier gewoon zo'n snelweg ramp neerzetten. Of zo'n snelweg dingetje, anders werkt het niet. Ja, waarom kan dit niet? Waarom? Ah! Pittig vervelend dit. Hartstikke vervelend weer allemaal dit. Dan zetten we maar gewoon een recht stuk weg blijkbaar, omdat dat misschien wel kan. Nee, ook niet. Waarom doe je me dit aan, game? Ik wou gewoon een stuk snelweg bouwen, please. Ja, dan is de sloop weer stief. Ja, zo kan hij op zich wel, maar dan moet hij even de andere kant op gaan. Ja, dit is gewoon allemaal veel te vaag. Het werkt momenteel niet. We laten maar gewoon zo over wat het is. Dan moeten ze gewoon een stuk ombreiden of zo. We kunnen hier trouwens ook gewoon, als we dat willen, een stuk weg hier zo. Hartstikke idee. Niet helemaal handig, maar het doet het werk. Laat ik het dan zomaar stellen. Goed, laten we hier nog even het huis neerzetten. Dat is eigenlijk het idee hier. Waarschijnlijk hebben we zo meteen een probleem met de stroomvoorziening. Aangezien de stroom aan de andere kant van de snelweg zit en niet hier. Dus dan moeten we eventjes wat daarop gaan verzinnen. Misschien kunnen we hier zo... Wat stroom kan deze kant op doen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp zelf niet eens wat ik bedoel, dus dat scheelt. Oh my god, het is een beetje chaos momenteel. Er is veel vraag naar, weer grote vraag naar commercie. Daar kunnen we op zich wel aan voldoen door hier zo meteen even wat winkeltjes neer te zetten. Natuurlijk ook heel belangrijk. Moet hier trouwens ook water naartoe, denk ik net. Is op zich ook wel handig als ik wil dat mensen hier komen leven. Zal ik dat maar eens weer even doen, hartstikke idee. Misschien ook even een parkje hier en daar, want dat zorgt ook weer voor lesje activiteiten. En daar worden mensen blij van. Hartstikke idee. Zo, het waterkring weer helemaal ingesloten. Dit moet even verbeterd worden, hartstikke idee. Maar goed, elektriciteit. Dat moet even hier naartoe gaan. Dus moeten we even deze neerzetten. Op zich kan hier ook nog wel industrie komen als we daar zin in hebben. Dus dat zie ik idee. Ja, misschien niet helemaal mooi. Misschien niet helemaal goed voor de landwaarde. Die elektriciteitspalen. Maar het moet maar even zo. Zijn dit allemaal bussen of zo? Oh, het zijn vuilniswagens. Oh, oké. Ik dacht dat leek in het bussen. Maar dat is dus niet helemaal zo. Ik zat er een beetje naast. Mijn excuus, mijn beste koetjes. Okidoki dan. Ja, dan gaan we hier zoveel winkels neerzetten. Want daar was vraag naar. Ja, ze moeten toch ergens winkelen, deze mensen die hier wonen. Maar telkens aan de andere kant gaan is ook weer niet echt je van het. Dus laten we dat even doen. En dan kunnen we ook meteen even een treinstation inzetten. Hopelijk krijg ik dat ook weer meer toeristen deze kant op. Dat zou ik super chill vinden. Wat meer toeristen betekent ook meer inkomsten en zo. Die geven geld uit in de winkeltjes. Iedereen blij. Ik blij tenminste, aangezien die toeristen lekker geld uitgeven. Oké, gaan we van openbaar vervoer. Want daar staan natuurlijk de treinen. Want de trein is openbaar vervoer. Dat is wel algemeen bekend. Dat kunnen thuis met de cargo train terminal. Build a cargo terminal to allow trains to carry goods and raw materials. Cargo trains can operate inside the city or with an outside connection. Build stations and connect them with tracks before using the trail. Ja, ik weet niet wat dat allemaal betekent, joh. Maar we zetten gewoon even een treinstation neer. Die zetten we gewoon... Must be placed roadside. Ah, kijk, die kan dus hier zo. Hier zo, dat is hartstikke mooi. Hartstikke. Oké. Gaan we hier dus dit doen. Ik weet niet of dat werkt. Redelijk. Alleen hij heeft momenteel geen stroom. Dus we moeten even wachten tot hier dus even die huisjes komen. Oh, ik zie al wat door de geen hoe heet het komen. Geen huisjes hier. Aangezien er geen vraag is naar huisjes. Dus vooral veel vraag naar commercie. Maar omdat de commercie geen stroom of water heeft, komt er gewoon helemaal niks. Dat is pittig jammer weer. Oh my god. Oké, dan moeten we dus maar even hier zo de stroom deze kant ophalen. Oké, dan. Hopelijk werkt dit. Mag dit? Mag ik game? Mag ik hier dus gewoon... Ah, kijk, dat werkt dus. Het was even een heel smal strookje, maar het werkte wel. Zo, want als je hier niet eens goed is, hebben we al nu stroom.
Hebben jullie nu stroom, please? Ja, dat hebben ze inderdaad. Of jullie überhaupt op klanten komen is dan weer de andere vraag. Want het is best wel een eindje van de bewoonde gebieden vandaan. Maar er zijn nog steeds allemaal gebouwen hier leeg. Ik vind het zo vaag. Ik vind het gewoon zo vaag dat er gewoon gigantisch vaag naar winkels is. De hele godganse tijd. Gewoon, waarom? Straks staat mijn stad vol met winkels vanwege een of andere vage kutreden. En ik weet niet hoe dat werkt. Oké, treinstation. Er zijn momenteel nog geen passagiers. Omdat er geen treinen langskomen, heb ik het idee of wel. Ik zie ook niet echt treinen rijden momenteel. Beetje jammer dit weer. Maar ja, we kunnen als we er zin in hebben ook hier gewoon een treinrail hier langs maken. Hartstikke leuk. Kun je hier nog even een treinstation in pleuren. Maar ik hoop dat dit werkt. Dat hier dus gewoon even, als ik hier wat huis in zet, dat dan de werkloosheid hier een beetje weggaat. Aangezien dan betere werkloosheid is ofzo. Weet ik niet. Ik weet niet wat ik zeg. Ik bedenk me trouwens dit ook iets goed. Want als we gewoon hier een deel gaan verwijderen van de industrie en kantoren neerzetten. Dat is op zich helemaal geen slecht idee. Want dan hebben we dus gewoon goede banen voor de mensen met een hoog inkomen. Het zijn gewoon mensen met een hoog inkomen die misschien momenteel weigeren van... Ja dag, wij gaan niet werken op een boomgaard. We hebben verdomme een universitaire opleiding gedaan. Wij gaan van die dat fucking werk doen. En daar hebben ze ook gewoon groot gelijk in. Zaten we dan even wat winkels of wat kantoorpanden inzetten hier zo. Het gaat misschien ten koste van onze centen. Want ze betalen best wel goed deze boerderij natuurlijk. Want die betalen redelijk wat belasting. Maar ja, dan moeten ze dan maar even ophoebelen. Ga maar even weg, joh. Ga maar even naar een andere stad of zo. Dit is mogelijk momenteel. Ik vond het een leuk idee. Al die agrarische gronden, maar het werkt in theorie dus blijkbaar niet. Of in praktijk, dat bedoel ik. Nou, het is een idee. En dan hopelijk doen we op deze manier ook misschien een beetje aan de vraag naar winkels. Het zou fijn zijn met kantoorpanden. Maar het is natuurlijk geen SimCity, dus dat weet ik niet. Op die manier ben ik bang. Maar ja, we gaan gewoon even kantoorpanden neerzetten. En dan hebben we geen overeducated workers, hoop ik. Dit is niet degene die ik wil. Dit is hoog industrieel. Of hoog commercie, dat wil ik niet. Of hele druk in de commercie. Ik weet niet eens meer wat ik aan het zeggen ben. Ik ben gewoon een beetje helemaal in de war. Ik ben eigenlijk met al mijn series constant in de war. Dat ik gewoon een raar persoon ben. Daarom, ik bedoel, je moet wel een beetje raar zijn als je aan YouTube begint. Anders behoud je sanity niet. Waarom rolt dit stuk industrie gewoon niet op? Jesus Christ. Safe City. Achievement behaald. Oh ja, omdat ik nu al iets van 5 jaar of zo een crime rate heb voor onder de 5 of zo. Ja, van 4 jaar achter elkaar een crime rate onder de 10%. Dat is op zich best wel goed. Oké, we hebben dus allemaal kantoorpanden. Komen er nog meer werknemers? Ja, kijk eens aan. Dit werkt beter. Want er komen dus educated, well-educated en highly educated mensen die gaan dus hier werken. En dat is heel mooi. Want dat willen wij dus ook wel zo'n beetje. Want dat betekent dus goede dingen, gok ik. Kijk, deze mensen hebben dus momenteel ook gewoon een werknemerskort vanwege een of andere vage reden. Maar toch zijn er nog steeds vaag naar winkels. Dat is ook nog heel vaag. Waar hebben we trouwens allemaal winkels neergezet? Weet je wat, fuck het ook gewoon. Maar ik ga gewoon die hoge inkomen winkels neerzetten. Of van die hoge, van die high density commercial zones. Dat willen wij. Dat gaan wij doen. Want dat is nodig, gok ik. Ja, het is gewoon nodig. Want anders gaat het veel ruimte op naar van die gewone winkeltjes. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon... grote ruimte hebben voor allemaal huizen. Dat is geen wat ik wil. Waarom rijden al deze vrachtwagens zo vaag? Ik bedoel, waarom staan ze allemaal hier? Waar gaan ze naartoe? Ja, hier gaan ze onder waarschijnlijk afval ophalen en zo. Maar daar niet van. Hoeveel passagiers hebben we trouwens? Nog steeds geen passagiers. Wat doen die treinen dan? Ik bedoel, ze zien hier wel leuk rijden en zo. Maar ja, die gaat momenteel naar San Palmo. Waar de fuck ligt San Palma nou weer? Vage shit. Oké. De banken en bedrijven hier zo in de kantoren gaan goed zo te zien. Ze hebben momenteel geen werknemerskort. Ze hebben één overeducated worker. En hier ook allemaal overeducated worker of zo. Ik weet het niet. Angry Clans Mobile Games. Dat is denk ik een referentie naar Clash of Clans of zo. Kan niet anders. Was zich wel leuk van hun dat ze dat gedaan hebben deze game of zo. Een beetje referentie naar echte shit en zo. Customer Service Services. Oké, dus hebben we dus... Customer Service hebben ze service van gemaakt. Dat is een beetje daar. Ik denk trouwens wel of dat unieke gebouw gaan neerzetten. Wat zit trouwens? Het stadion. Hebben we ook een opera house? Nice! Dat is allemaal nice van die dingen die we opeens krijgen. Wat hebben we hier trouwens voor nodig? Airport, dat hebben we ook nog een special elevator. Maar we kunnen nog geen vliegveld bouwen. Deze hebben we waarschijnlijk ook nog voor een special elevator of niet? Welke hebben we nog een special elevator? Ja, we hebben meer public transport. Ja, we gaan even deze neerzetten. De Statue of Wealth. Oh, dat stond voor Leisure. Oh ja, we verzorgen ook heel veel, hoe heet het? Geluidsoverlast. Gaan we die al neerzetten. Op zich kan die hier wel, vind ik. Vind ik wel een goed plekje ervoor. Ver van de hoofdweg. Dan kan iedereen het zien. Dan staat hij heel prominent. Dan denken mensen van... yo, dat is echt fucking cool. Nou, dit kan wel een mooi plekje zijn. Alleen dat mag niet van de game. Wat flauw dan weer, game. Wat flauw dan weer. Kan het hier even? Ik vind het zo'n goed plekje. Hier. Had zit je idee. Dat is ook cool. Yeah, kijk eens aan. Wat stond er in deze blatter? So, each time, about time, we gotta sell something unique to remember our city by. This city is great. The Statue of Wealth. Staat hier een man met een groot euroteken of zo achter zich. Of wat is dat? Een schild. Geen idee. Het is of heel veel lesactiviteiten. En het is gewoon een leuk standbeeld. Hartstikke leuk. Hartstikke geinig natuurlijk.
We staan er trouwens voor met mijn bedrijfjes hier. Ja, op zich met deze bedrijf gaat het goed, want deze hebben gewoon geen banen over. Dat is op zich wel mooi. Ja, we hebben wel Berks hier overeducated zijn, maar dat maakt niet uit. Wat is hier nou weer? Toads with Hypnotic Abilities, the most popular pet of the All Glory to the Hypnotoad. Dat is een Futurama referentie. Wauw, had ik niet verwacht. Want Hypnotoad is natuurlijk zo'n show in de Futurama. En ja, een hele populaire show daarom dat die kikker hypnotiseert je. Oké, we hebben in totaal 5 passagiers nu voor dit openbaar vervoer. En ik wil eigenlijk wel een buslijn hier naartoe zetten. Wat is dit trouwens? Train line. Draw train line by clicking. Oh, wat doet dit dan? Oh, what the fuck? Oh, dan moet je zeker tussen verschillende treinstations. Zo werkt dat. Momenteel is daar nog helemaal... Oké, er komt nu een trein binnen. Hartstikke mooi. Hoeveel passagiers neemt deze? Oh, deze hebben 9 passagiers. Oh, cool. Ze stappen ook echt uit en zo. Dan gaan ze hier waarschijnlijk onderdoor. Ah, dit is best wel vet. Dit is best wel cool. Maar waar gaan ze nu naartoe? Ik bedoel, ze lopen hier een beetje te wachten of zo. Misschien moeten we even een buslijn hier toe zetten. Ik denk dat dat op zich wel een heel strak plan is. Want dan hebben we gewoon al het openbaar vervoer. Gewoon hartstikke mooi. Create new line. Hartstikke idee. Ja. Dus dan gaan we deze hier zo langs. Hier zetten we ook een leuke stop neer. Hartstikke idee. Want dit is natuurlijk het nieuwe deel van de stad. Dus hadden we nog een buslijn. Oké, ik moet even hier even een weg neerzetten zo te zien. Want anders gaat onze buslijn een beetje verneukt worden. En dat wil ik niet. Space rate occupied. Occupy the space. Dat gaan we doen. Heel rebels en zo. What? Oké, hier zo. Hartstikke idee. Stop. Het gaat trouwens ook echt goed met mijn commerciële zones. Ik heb nooit echt dat er een werknemerstekort is, heb ik het idee, bij de commerciële zones. Tenminste, of ze laten het niet blijken of zo. Deze moet even verplaatst worden, want die wil ik daar niet. Ah, shit. Ga even weg. Ja, stop. Nou ja, deze stop. Oh, dat doe je dus door de rechtermuisknop te klikken. Oké, ik was een beetje in die war, zoals het Engels dat zeggen. Oké, alle mensen worden blij als ik allemaal busstoppen neerzet. Dat is hartstikke mooi natuurlijk, omdat ze... Ja, daar worden ze natuurlijk waarschijnlijk blij van het openbaar voer. Het is toch gratis, dus ik kan me voorstellen dat ze blij worden van het openbaar voer. Dit is best wel een lange lijn, dus hartstikke gezellig natuurlijk. Hier loopt de andere lijn, dan gaan we daar even leuk tussendoor. Waar moet die trouwens eindigen? Oh ja, moet natuurlijk daar eindigen zometeen. Dus deze gaat gewoon deze kant langs. En dan gaan we over de snelweg weer terug zometeen. Even allemaal op bus stoppen. Ik zet ze ook maar gewoon willekeurig neer hoor. Dat is ongeveer hetzelfde wat ik met SimCity doe. Ik zet gewoon al die dingen gigantisch willekeurig neer. Oké, deze gaat dus hier langs. En dan zijn we er weer. Wat zie je daar? Complete line. Deze kan wel even weg trouwens. Ja, dan gaan we gewoon even leuk hier langs. Of gaan we dit doen? Ja, complete line. Wat zie je daar? Buslijn nummer 2 is er klaar voor. En met de plaats van deze buslijn wil ik graag bedanken voor kijken deze aflevering van City Skylines. Laat een duimpje en reactie achter op Nipkoudius. Als je dit een leuke aflevering vond, dan zie je het volgende keer weer. Dus daarom hier, blijf loeien beste koetjes. Blijf